Iets heel anders. Het EK voetbal begint vanavond met de wedstrijd Frankrijk-Roemenië. Daar gaan we nog kijken? Ik niet. Nee? Nee. Sophie, jij? Nee, joh. Ah, ik ben zo ontzettend blij. Nee, het was heerlijk, joh. Schiet hem op tijd ook, hè? Mijn man die zei ook, oh, wat fijn. Want er was er natuurlijk nog even sprake van dat Nederland het net zou redden. Ja. En dat was in 88 ook. Hadden we het net gered. Hij zei, oh, dan hadden we eindeloos dat geklets gekregen van, oh, het is net als in 1988. Nee, hoor, klaar. Nee, ik zie dat om me heen ook. Hè. Heel veel mensen die hebben ervoor gekozen om het hele EK maar over te slaan. Maar er zijn natuurlijk altijd ook wel mensen die dat voetbal niet los kunnen laten, hè, Caroline? Nee, dat klopt. En ook in deze kroeg niet. Hier gaat vanavond iets bijzonders gebeuren. Maar daar ga ik straks iets meer over vertellen. In Amerongen willen ze het EK-gevoel een beetje opwekken. Daar gaat een Nederlands vriendenteam spelen tegen een Duits vriendenteam. En in Amersfoort zijn er twee jongens die zeggen, nou, Nederland doet niet mee, maar we kiezen ervoor om voor de Belgen te gaan juichen. En ze maakten er zelfs speciaal een lied voor. Hand in hand, rode duif. Eigenlijk heel Nederland was in zak en as. En wij zaten in de kroeg met onze favoriete barman. En we dachten, we moeten er toch iets van maken, hè? Dit laten we niet allemaal voorbij gaan. Hand in hand, rode duivels zijn plezant. Zij staan wel op het veld en gaan voorop. Geen oranje, maar Belgische kleuren de komende weken. Als het aan Jorrit en Ingvar ligt, gaat Nederland massaal de Rode Duivel steunen. Ze moeten een beetje hun trots opzij zetten. En onze zuidburen die kunnen nog niet zo goed juichen. En die weten niet hoe dat moet. En wij zijn daar heel goed in. Dus laten we ze gewoon even een handje helpen. En dan schreeuwen we ze naar de top. Hand in hand, Rode Duivel zijn plezant. Zij staan wel op het veld en gaan voorop. En dankzij deze twee jongens hangt in Amersfoort nu de Belgische vlag aan de Onze Lieve Vrouwentoren. Ja, maar weet je wat het is? Dat is dan België, hè? Dat is toch een ander land. Want we missen gewoon ons eigen Nederlands elftal. Ja, en dat dachten Utrechtse filmmakers ook. En zij maakten een film over een kroegeigenaar die er zo van baalt dat het Nederlands elftal niet meedoet. Dat hij, om zich te troosten, maar oude wedstrijden van het Nederlands elftal gaat kijken. Ja, en daarmee trekt hij steeds meer bekijks. En dit gevoel willen ze vanavond in deze kroeg ook oproepen. Want ze gaan hier vanavond ook een oude wedstrijd van het Nederlands elftal kijken. Hier wordt Nederland-Spanje uit 2014 vertoond. Toen won Nederland met 5-1 van Spanje. Dus er wordt 5 keer gescoord vanavond. Dus er kan genoeg gejuicht worden. De kroeg is mooi in het oranje versierd. En ze roepen ook op om kom in het oranje kijken. En dan kunnen we toch nog een beetje genieten van het Nederlands elftal. Maar vanavond wordt hier om 9:00 ook gewoon de echte openings. Wedstrijd van het EK vertoont. En ze willen dit trouwens vaker gaan doen gedurende het EK, zodat we er toch nog een beetje van kunnen genieten. Toch een beetje oranje.